Yes, welkom allemaal op mijn kanaal. Mijn naam is Valentino, oftewel Game Over. En we gaan vandaag weer een potje Fall Guys spelen. Eindelijk, we zijn een keer eerste geworden. Dat was in de laatste stream. Als je dat niet gezien hebt, ga dat even checken. En dan gaan we gewoon gelijk naar de intro en een lekker potje Fall Guys doen. Veel kijkplezier. Ja. En dan gaan we weer. We zijn het kroontje kwijt op ons hoofd. Dus dat vind ik wel apart. Want we hadden, toen we eerste waren geworden, hadden we een kroontje gekregen. Maar die heb ik nu niet meer. Dat is wel jammer op zich. Maar goed, het maakt niet uit. We zijn eerste geworden. Het is gelukt. Dus we gaan nu gewoon proberen om het gewoon weer te doen natuurlijk. Maar het doel is bereikt. Weet je, we wouden gewoon eerste worden. Dat is gewoon gelukt. Dus. En dan gaan we. En deze level gaat me altijd wel goed af. Tenminste, ja. Oké, gaan. Yes, gaan we. Boosten. En we staan eerste. Kom op. Er zit een kerstman achter ons. Hoppa. Sliden, gaan. Ik wil eerste worden. Er zit sowieso iemand boven ons. Hoppa, dan gaan we weer. We staan nog steeds eerste. Yes. Hoppatee. Oh, daar komt de kerstman weer. Ja, dan gaan we weer. Hoppatee. Waarom valt hij nou dan? Gaan. Wat is dit nou weer, godsnaam? Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar... Hé, hey, wat is dit dan? Staan we nog eerst, hè? Volgens mij wel, maar... Ja, of niet. Volgens mij waren we eerst, hoor. Ja, en we waren eerste plaats met de vorige... Noem je dat? Het vorige spel. Dus dat is helemaal goed. En we gaan gewoon vrolijk verder en we gaan gewoon eerst worden klaar. We zijn helemaal klaar met het spel. We gaan het gewoon doen. Steden, moving spotlight en earn points. Nou, deze heb ik al een keer eerder gedaan. Eén keer volgens mij. Nee, niet. Wel. Jawel, ik heb deze wel een keertje gedaan. Oké, kom op man. Ga ervoor. We zitten trouwens nog met 23 mensen volgens mij. Oh, er zitten aan ieder kant zitten een paar. Sloeg dat nou op dan? Kom op. Kom op, lopen! Oh, wat een drama weer dit. Ga aan de kant, wat is dit nou dan? Nou, dit gaat weer lekker goed, Ronnieus. Gaan. Ja, daar moet ik wel zijn. Kom op. Kom op. 70, 80. Kom op, dat redden we. Yes. Huh, zijn we af? Nee, man, dat meen je toch niet? Wat? Verloren we tot het laatste procent of zo? Kom op, man. Serieus? Ja, en daar zijn we weer. Ik weet niet wat de fuck er gebeurde, maar volgens mij verloren we het letterlijk gewoon op 1% of zo. Dus dat was niet echt heel leuk. Deze hebben we al vaker gedaan. En deze ging altijd eigenlijk wel goed. Dus dit moet gewoon lukken. Maar we zitten niet met 60 mensen, volgens mij. Volgens mij iets minder, maar... Ja, goed. We gaan het zien. Nou, nee, want we missen er een paar, zie je dat? Oké, gaan. Kom op. Ga aan de kant. Kom op, lopen. Nee, tuurlijk niet.
kom op. Ja. Oh, oh, oh. Kom op, kom op. Oh, er zijn al mensen gekwalificeerd hoor. Kijk, dit, kijk, dat bedoel ik nou. Want dan gaan ze tegen je aan en dan kun je gewoon niet verder. Kom op, gaan, lopen. Of dan duwen ze tegen je aan en dan val je er gewoon af. Oké, we gaan het wel redden. Yes. Oké, let's go. Oké, we zijn met 28 mensen over. En we hebben kans. Er is nog kans. We gaan het gewoon doen. Deze ging ook altijd gewoon goed. Die hoop shoot. Shoot, hoe je het ook noemt. Kom op, man. 28 mensen over. In deze level waren we goed, dus het moet geen probleem worden. En we zijn laatste. Kom op, man. Nou, dat is mooi. We liggen er allemaal uit. Gaan. Kom op, gaan. Niet springen, niks doen. Gewoon alleen in het midden. Gaan. Oh ja, tuurlijk. Dat is mooi. Gaan. Kijk, dit bedoel ik dus. Weet je, waarom wil dat nou niet gewoon gaan? Gaan! Waarom val ik daar elke keer? Ik verslijt hem toch? Kom op, gaan. Ja, dat kost je een plaatsje. Oh, misschien komt het omdat ik van te hoog naar beneden val of zo. Dat hij daarom zeg maar niet... Geen idee, ja, het zal wel. Kijk, dit. En dan... Oh, nu lukt het wel. Heel apart. Gaan. Gaan, gaan, gaan. Sta op. Oh, gelukkig. Oeh. Zitten er nog in. 17 mensen over. Avoid the moving walls and don't fall off the platform. Hier waren we ook best wel oké in. Hier ben ik ook niet te vaak vanaf gevallen. Dus kom op, dit is de laatste pot en dan gaan we naar die finale, man. We gaan naar die finale! Let's go! Kom op! Oké, go! Ja, ik kan net zo goed gewoon blijven staan, want ik snap niet waarom iedereen springt. Er gebeurt letterlijk nog helemaal niks waarvoor je zorgen moet maken. Kijk, nu gaan we beginnen. Kun je iemand ook vastpakken of dat niet? Ja, zag je dat? Oh, het kan dus wel. Je kunt wel mensen vastpakken. Kom hier. Kom hier. Nou, laat ik dat maar niet te veel doen, want straks gaan ze beide even pakken met z'n allen. Daar heb ik geen zin in. Oké. Nog een minuut. Kom op. Niks aan de hand. Gewoon doorgaan. Maar ja, het kan ook zijn dat er gewoon heel veel mensen doorgaan. Dus dan zitten we met best veel mensen in die finale. Of ik flikker eraf natuurlijk. Ik ga er wel vanuit dat ik ga winnen. Maar dat is goed. Dat is een goede instelling. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Het wordt ineens... Gekhuis in één keer. Laat me erdoor, laat me erdoor. Nog 18 seconden. Kom op. Nu wordt het lastig. Nog 10 seconden. Kom op. Oh mijn god, kijk met hoeveel mensen we over zijn. Hè? Ze sprongen er heel veel vanaf, of niet? Zag je dat op het einde? Er sprongen er gewoon een paar weg.
Hoeveel hebben we erover dan? Nee. 3 zijn er maar af. Oké, mensen, dit wordt hem. Dit wordt de finale, man. Maar we hebben best wel veel mensen nog. Volgens mij was het minste wat we ooit hebben gehad met de finale iets van 8 of zo. 7. Oh, ik heb deze nog nooit gedaan. Oh, dit is nog helemaal niet de finale. Dodge the flying fruit and race up the bell to reach the finish line. Oké, hierna is de finale dus. Dus ik denk dat je sowieso met een bepaald aantal mensen over moet zijn en dan pas komt de finale. Oké, dus het is gewoon een kwestie van naar die finishlijn rennen en dan hopen dat je niet geraakt wordt door hele grote stukken banaan. Of sinaasappels of mandarijnen, vind ik het allemaal. Oké, gaan. Oh jeetje. Oh. Wat een mazzel. Lopen. Ja, het gaat niet goed. Het gaat helemaal niet goed. Nee. Nou ja, we mogen overnieuw. Ik dacht eigenlijk dat dit gewoon het einde was. Maar dit gaat niet goed hoor, jongens. Nee, dit gaan we niet redden. Dit gaat niet gebeuren. Dit is gewoon weer een kwestie van eigenlijk hoeveel geluk heb ik dat ik niet geraakt word. Ja, kijk maar. Het is afgelopen. Jammer, man. Yes, en daar zijn we weer. En we zijn bij mijn favoriete spel. Maar niet eens. Ik vind het echt een verschrikkelijk spel. Maar ik heb een tip gehad van iemand. Want ik snapte geen ene reet van dit spel. Maar nu wel. Volgens mij snap ik het nu. Kom op. Want dit spel was echt een drama elke keer. Want ik snapte het gewoon niet. Elke keer ging ik in de verkeerde. Maar je moet dus blijkbaar de lijn volgen van dat dingetje. Van dat sterretje. Dus daar gaan we voor. Dus hopelijk gaat het nu iets beter als de vorige keer. En we staan met echt een volle bak nu. En daar gaan we. Dus. Hier zijn wij, daarheen. Hier zijn wij. Kijk. Moet hij hier zo heen als het goed is. We hebben hem door, mensen. We hebben hem door. Sliden! Kijk, en nu moet je natuurlijk hier. Ja, waar is dat begin dan? Ga aan de kant! Oh, hier. Dan zo. Oh, deze is wel lastig. Hierin, of niet? Ja, of niet? Zo. Ja. Zo. Kut, ik weet het niet zeker. Oh, dat meen je niet. Waarom niet goed? Hier zijn. Nee! Ah, kom op, man. Ja, vergeet het maar weer. Laat hem weer niet worden hoor. Ik vind het echt zo'n kutspel, jongen. Ik zweer het je. Ik hou meer gewoon van dat van de, naar het of als eerste naar de finish. Dus gewoon echt die. Ja, die soort sportspelletjes. Dat vind ik veel leuker als dit. Want dit vind ik zo irritant. Ik hou hier gewoon niet van. Kijken. Zo. Ja, we gaan het toch niet meer redden. Laten we zitten. We kunnen dus gewoon blijven staan. Nee, gaat het niet worden. Nee, laat maar. En dan zijn we weer. En we mogen weer dit spel doen. Yes, zo'n zin in. Nee, ik ben gewoon heel eerlijk in. Ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind dit echt geen leuk spel. Ik vind alle spellen vind ik leuk, behalve deze. En dat komt ook gewoon omdat ik er gewoon niet goed in ben. Maar goed, dan gaan we het gewoon weer proberen. Oké, dus het is helemaal rechts. Ik heb het al gezien. Helemaal rechts.
dat nou bij elke speler zo kunt zien. Zo, die ging goed. Hoppa. Oké, volg de lijn. Daarheen. Kijk, tot nu toe gaat het top. En ik ga blijven staan. Dus hier. Oké. Ja, hier. Gaan. Ja, hij snapt hem ook, dus ik loop achter hem aan. Is het daar? Nee, niet. Godverdomme, daar gaan we weer hoor, met dat... Ja, ik doe wel gewoon wat ik zelf... Ga dan, sliden! Waar is het midden? Iedereen gaat hierheen. Oh, het is hier. Godzijdank, we hebben het een keer gewonnen, zeg. Oké, next. Yes, deze is te doen. Deze kan ik gewoon doen. Hopen dat we gewoon één keer even in die finale komen in deze aflevering. Dat zou heel erg leuk zijn. Dat we in ieder geval een kans hebben gehad om te winnen. En dat andere spel gaat ook steeds beter, die van net. Gaat nog niet vlekkeloos, maar we komen er uiteindelijk wel. Even kijken. We hebben nog iets van 30 mensen over of zo. Kom op. Oké, dat gaat goed. Ja, kijk, zie je. Zoek het uit, man. Kijk, zie je, dit bedoel ik dus. Oh, god, hé. Hey. Nou, op zich, weet je, ik bedoel. Oh, ze gaan er wel overheen, jongen. Ja, kijk. Als ze voor je lopen en zo, kun je helemaal niks. Ja, iedereen wil natuurlijk de kortste route, dat snap ik. Ik ook, maar... Oh, godzijdank. Ja dan. Ze gaan daar achter erop. Het zijn andere blokken, trouwens. Kijk, als er één iemand voor je staat, kun je er al niet op. Sta op. Nee, nu kun je weer helemaal overnieuw. We hebben al mensen gekwalificeerd. Aan de kant, dat zit ik moeilijk te doen. Ik kan gewoon hier. Lopen. Yes. Ik kom gewoon aan die kant erop. Helemaal moeilijk te doen om niks. Zie je dat? Ik stond de hele tijd hier. En we hebben 14 mensen over. 14 mensjes. Hey, hier zo was ik heel goed in deze soort levels. Met dat springen. Je moet het echt zien op die stream toen ik eerste werd. Dat was ook zo'n soort spelletje. Volgens mij was het echt de finale van de week. Volgens mij heb ik daar wel 5 minuten op staan springen samen met nog iemand. Oké, let's go. Kijk, dat pakje. Gaat eerst heel langzaam, dus dan is het in principe gewoon makkelijk. Huh? Oh, er gaat ook nog een soort fruit wordt erop geschoten tegelijkertijd. Oh, dat maakt het natuurlijk een heel ander spelletje ineens. Hoppatee. Kom op. Hoppatee. Oh shit. Blijf staan. Even goed kijken hoe ik nou... Oh, hij begint al sneller te gaan. Er zijn nog steeds alle... Iedereen is nog in de race. Nog niemand is geëlimineerd. Oh jawel, eentje nu. Kom op man, dit is ons spel. Wij zijn hier heel goed in. Maar met dat fruit... Met dat fruit heb ik het nog nooit gespeeld. En hij gaat nu steeds sneller. Yes! We zitten erin! We zitten in die finale! Het is hem, die finale. Move between rotating rings to avoid rising slime.
Hier vielen we toen vanaf in die finale. Deze is best wel lastig. Deze wordt echt heel gek op het einde. Oh, kom op man. Wat zou het toch mooi zijn als we het gewoon zo kunnen afsluiten. In die finale en dan gewoon winnen. Kom op. Let's do it. Let's go. Concentratie. Oh, dit is best wel link. Deze is best wel trippy hoor, deze level. Oh, 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 oh. Kijk, het wordt nu al gek. Iedereen is nog in de race. En ik lig eruit. Deze vind ik echt moeilijk, man. Dit is echt lastig, deze. Jammer, man. We hebben het niet gered. Dat is echt jammer. Ah. Lieve mensen, vonden jullie dit een leuke aflevering? Like dan alsjeblieft even de video, want dat helpt mij heel erg. Abonneren mag altijd. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij Fall Guys. Doei doei!